Alles onder één dak bij Janssen Sound & Light in Gent. Oren en ogen voor geluid en licht. Voor verkoop en verhuur van theaterverlichting, geluidssystemen, mixers, mengtafels, lichteffecten, van microfoons tot rookmachines. Alles voor u onder één dak. Janssen Sound & Light in Gent. Als uw wensen groter zijn dan uw budget, bel ons dan gerust. Want voor elk probleem zoeken wij de juiste oplossing. Janssen Sound & Light. 0841-425-335. Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag. Van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloop van Gelderland. Twice is nice te huzen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleine huisraad, kleding, LP's, CD's, video's, curiositeiten en gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huzen. Industrieterrein Pannenhuis tussen Praxis en Floor Factory het steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice, Huzen. Goedemiddag, welkom bij Lingewaard Lokaal Info Kort met vandaag de burgemeester als lijstduwer, een oproep om te gaan stemmen, geen afgelasting meer wegens regen en sportnota Lingewaard noodzakelijk. En we beginnen vandaag met de bomen aan de Van Voorstraat in Huissen, want die staan op de nominatie om gekapt te worden. Al geruime tijd staat de vervanging van de riolering aan de Van Voorstraat in Huissen op de agenda. De noodreparaties aan de riolering zijn tot nog toe de enige werkzaamheden die zijn uitgevoerd. Nu komt er schot in de zaak. De bomen in de straat moeten wijken om de straat aan de veiligheidseisen van deze tijd te laten voldoen. De aanwonenden kunnen, indien ze dit wensen, een boom op hun eigen terrein teruggeplaatst krijgen. En hierop is zeer positief gereageerd. De gemeente Lingewaard wordt het belangrijkste overheidsorgaan voor de burger. Waarom uw stem bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zo belangrijk is, vertelt u burgemeester Marianne Schuurmans-Weideven.
een avond van partijen. Bent u lijstduwer geworden? Ja, lijstenduwer, want alle partijen zijn aanwezig. Eigenlijk is dit ooit bedoeld als een soort kennismaking met alle kernen. En toen dacht ik, als ik toch de rondje maak, waarom zal ik de partijen niet meenemen? Want op 19 maart moeten mensen weer gaan stemmen. En het is heel lastig om keuze te maken. Dus laat ik partijen maar vragen of ze met mij meegaan. Om te kijken of mensen het ook niet leuk vinden om wat meer informatie te krijgen over de politiek. De gemeenteraad van Lingewaard zal dit jaar weer een partij erbij krijgen, SP. Wordt het dan voor de burgers nog moeilijker? Ja, maar aan de andere kant, je hebt wel wat te kiezen. En ik denk dat het voor onze inwoners belangrijker is dan ooit om te kiezen. Want van alle taken die er zijn, krijgt de gemeente het meest. Dus de burger, de inwoner, heeft het meest te maken met de gemeente. Er is maar een beperkt pot geld, dus er moeten keuzes worden gemaakt. En dan is het wel van belang welke partij je kiest, welke keuzes die partij maakt. Dus als het ooit een tijd is om te stemmen, is het nu op 19 maart. U zegt, er komt een hele hoop op de gemeente af. Zijn de gemeentes daarop voorbereid? Ja, die zijn eigenlijk al jaren bezig om zich op voor te bereiden. Zijn we klaar? Nee. Kunnen we dit? Ja, we hebben in het verleden ook de bijstand, de hele wet werk en bijstand gekregen. En dan blijkt dat we best heel veel kunnen als gemeente. Maar we zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. En eerlijk gezegd, bij de wet werk en bijstand is gebleken dat wij het ook veel beter kunnen dan de provincie en het Rijk. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. Ja. Gemeente staat natuurlijk altijd dichter bij de burger. Deze kennismakingsronde moet dat ook bewerkstelligen. Dit is de tweede avond. Hoeveel komen er in totaal? In alle kernen. Want ik heb er nu nog vier. En ik hoop ook dat iedereen komt. Want ik vind het ontzettend leuk om vooraf te vertellen hoe belangrijk het is om te gaan stemmen. Maar vooral ook om heel veel mensen een hand te schudden. En even persoonlijk kennis te maken. En even te horen wat er leuk is aan hun kern. En wat er beter kan. En voor mij is het ook heel erg leuk om gewoon zonder al die debatten en zonder al die discussies gewoon even langs al die politieke partijen te gaan en te vragen wat ga jij nou de komende 4 jaar voor mij betekenen. Dus ik zou zeggen kom alle, het is echt de moeite waard. Dus de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar dubbel de moeite waard? Heel erg de moeite waard. Ik zeg altijd, als je op 19 maart niet gaat stemmen, moet je de 4 jaar daarna niet al te veel mopperen. Je kan nu meehelpen om de politieke kleur die jij wilt te bepalen. Dus kom dat vooral doen. Voor de gemeenteraad is het stemmen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen heel belangrijk. En dat vinden zeer zeker ook de nieuwe lijsttrekkers. Klopt. Waarom moeten de burgers van Lingewaard dit jaar naar de gemeenteraadsverkiezingen komen? Meneer Evers, dat zal ik in ieder geval vertellen. De gemeente wordt zo'n beetje het belangrijkste orgaan waar de mensen mee van doen krijgen. Denkend aan de zorg, denkend aan een stukje bereikbaarheid, ondernemerschap. En zoals onze burgemeester ook aangaf, voor het ondernemend Lingewaard moet je bij de gemeente zijn. Ja, en daar staan wij als VVD Lingewaard natuurlijk ook voor. Ja. Er zijn een hoop nieuwe lijsttrekkers, nieuwe gezichten, u zelf ook. Wat is uw motivatie om in de raad te gaan stappen? Nou, ik ben op zich geen nieuw gezicht in de gemeente. Ik ben natuurlijk al heel lang vrijwillig actief in het verenigingsleven. Ik ben ook al heel lang natuurlijk inwoner van de gemeente Lingewaard. En in die zin ben ik ook actief geworden in de politiek. Om het eigenlijk voor onze en mijn omgeving in ieder geval ook een stukje beter te maken. En op die verantwoordelijkheid te nemen vanuit die politieke drive. Willen de mensen tot het echt anders gaat, dan zullen ze toch echt moeten gaan stemmen. Want doen we dat niet, dan gaan we natuurlijk verder met de politiek die er zit. En dan blijft het bij hetzelfde. En het is toch echt heel belangrijk dat het gaat veranderen. En vooral met de komende decentralisaties, de AWBZ, de participatiewet, de WMO die gaat veranderen. De jeugdzorg die naar de gemeentes komt. Het is gewoon heel belangrijk dat dat echt sociaal verdeeld gaat worden. Omdat ze zo een mening kunnen laten zien van wat echt belangrijk is. Kijk, als je democratie hebt, betekent dat mensen gewoon heel veel mensen moeten gaan stemmen. Ik zou zeggen, lees de programma's, kijk wat belangrijk is. En zeker nu met wat uit Den Haag komt, gaan wij als gemeente straks over heel veel. En daar staan wij voor. Wij als D66 willen natuurlijk de mens centraal zetten. Dus als je dat belangrijk vindt, stem alsjeblieft. Een verhaal, ze moeten ten eerste gaan stemmen omdat ze hun democratische mogelijkheden waar kunnen maken. Wij Nederlanders hebben ons land zo ver in grip. En dat hebben we
aan onszelf te danken. We worden niet meer geregeerd door het Oranje Huis. Dat zijn alleen maar lintjesdoorknippers geworden, om het eens heel oneerbiedig uit te drukken. En omdat wij onszelf besturen, zelf regeren, is het nodig dat je ook gaat kiezen. En dan is het heel erg nodig dat je gewoon, dat we met z'n allen ook kiezen. En dat de volksvertegenwoordiging dan ook weet, nou ja, we zijn door hopelijk 80-90% van het volk gekozen. Dus daar moet je gewoon gaan stemmen. En dat moet je ook doen. Ja, ze moeten natuurlijk gaan stemmen, omdat het belangrijk is dat de zaken gerealiseerd worden waar ze al die jaren op hebben zitten wachten. En wat gerealiseerd kan worden, dat gaan we doen. Ja. En wat niet gerealiseerd kan worden, dan zetten wij een streep door. In dat kader zou ik ook graag de oproep willen doen aan al onze kiezers, al onze inwoners die mogen gaan kiezen om naar de stembus toe te gaan komen. Ga kiezen. En, want er komt heel veel op ons af en we hebben u daarbij nodig. U kunt bepalen hoe wij de zorg gaan inrichten. Nou, de burgers moeten sowieso gaan stemmen, vind ik. Omdat, ik zei het net al, het gaat de komende 4 jaar ergens over in Lingewaard. Het gaat ten eerste over een ontzettende hoop ontwikkelingen op het gebied van de sociale voorzieningen. De bijstand, de zorg voor ouderen, de WMO, de jeugdzorg. Dat komt allemaal naar gemeentes toe. Daar moet de gemeente vorm en inhoud aan gaan geven. Dus het komt heel dicht bij mensen wat de gemeente gaat doen. En als mensen daar zelf geen keuze in maakt, wordt er voor hun een keuze gemaakt. En ja, en daar verschillen opvattingen over. Verder is de financiële positie van Lingewaard ook niet geweldig. Er zullen ook keuzes gemaakt worden. Ja, doen we meer aan het een of doen we meer aan het ander? Als mensen daar nu niet voor stemmen, kiezen, ja, dan wordt er 4 jaar over hun beslist. Punt. Kom alsjeblieft stemmen. En laat je stem horen. En als het de mensen niet tevreden zijn, weten ze ook wie dat ze kunnen aanspreken. En dan moet er niets mee gedaan worden. En er zijn nog hele belangrijke taken komende naar ons toe. En dat kun je eigenlijk alleen maar volbrengen als je ook steun vanuit achterban of gemeenschap hebt. Want het is niet alleen maar een leuke boodschap komen brengen. Ik bedoel, je hebt ook wel eens slecht nieuwsboodschappen. En die zullen in dit geval ook al met de rijkstaken die naar de gemeentes komen. Dus allebei is vervelende dingen. En die moeten opgelost worden. Maar dan moeten we dan open en eerlijk met elkaar doen. En ja, dan, ze moeten wel een beetje betrokken blijven bij het hele gebeuren. En dan moeten we komen. Dus de 19e? Ja, eigenlijk vind ik, als je niet gaat stemmen, moet je ook niet zeuren, moet je niet klagen. Dan moet je echt even laten horen van, nou, dat vind ik belangrijke dingen voor mij. Als je helemaal niet je stem laat horen, dan zet je eigenlijk jezelf buitenspel. Mm-hmm. En ik merk dat steeds meer mensen om mij heen denken van, ja, er is wel wat te kiezen. Niet een heel groot verschil tussen iedereen, maar dat is net het accent wat voor mij wat belangrijker is. Dus 19 maart. Stemmen, natuurlijk. Komen, met z'n allen. Ja. Verenigingen met een goedgekeurd kunstgrasveld zijn vanaf 1 februari verplicht om bij incidentele afgelasting van het hoofdveld, als dat uit natuurgras bestaat, met het eerste mannenelftal uit te wijken naar kunstgras. Vanwege de weersomstandigheden hebben de districten en de KNVB dit besloten om midweekse wedstrijden zoveel mogelijk te voorkomen. Na de tweede bijeenkomst van de Lingewaardse sportverenigingen is de sportnota dan eindelijk zover dat deze in een afsluitende fase komt. Wij gingen eens informeren wat deze sportnota nu van belang is voor de Lingewaardse sport. Bjorn Kiff, we zijn hier voor jaren terug eens geweest, maar als ik heel eerlijk mag zijn, ik vind het een beetje zielig als ik zie hoe dat hier met name de meisjes aan het trainen zijn. Ja, dat klopt. Dat vind ik. Ik vind dat je daar helemaal gelijk in hebt. Het is jammer dat we onder deze omstandigheden moeten werken. Ja. Dus ik ben wel blij dat we spullen kunnen laten staan. Maar wel blij dat we niet hoeven op te bouwen en af te breken. Want dat zou gewoon, ja, dat is gewoon niet meer te doen. Ja. Maar aan de andere kant, ja, we hopen eigenlijk wel dat we in een wat betere omstandigheid zouden kunnen zitten. Ja. Als je hier vroeger er binnenkwam, dan zag je overal gymnastiekvereniging Horus. Maar waar is die gebleven? Gymnastiekvereniging Horus is opgehouden te bestaan, helaas. En dat heeft te maken met dat het moeilijk is om bestuursleden te vinden die allerlei karren nog willen trekken. En onder andere de kar willen trekken van een nieuwe accommodatie. En helaas is daardoor Horus ter ziele gegaan. En daar is een nieuwe organisatie uit opgestaan. Om toch ervoor te zorgen dat we kunnen blijven turnen. Ja, en wat is dat voor een organisatie? Dat is een turnstichting. Dat is Stichting Gymnastische Sporten Lingewaard. En we willen proberen voor heel Lingewaard een
een organisatie te zijn die de gymnastische sport ondersteunt. Ja. Ik zie hier dames van allerlei sprongen en bewegingen maken. Hoe goed zijn deze dames? Deze dames die zitten op, een aantal dames zitten op regionaal niveau, maar het gros zit op landelijk niveau. Dus die turnen landelijke wedstrijden, wat hier achter ons gebeurt. Ja. Dus, er wordt momenteel gewerkt aan een sportnotitie, een sportnota voor de verkiezingen. Stel nou dat die de 10 jaar eerder was geweest. Hoe had het er dan hieruit gezien? Of hoe had het er dan in deze tak van sport uitgezien? Ik denk dat als je er 10 jaar eerder was geweest, dat we hier niet hadden gestaan nu. Ik denk dat wij dan in een andere accommodatie hadden gestaan. En dat we dan een verhaal hadden kunnen hebben van hoe goed het is geweest dat we zover zijn gekomen dat we in een nieuwe accommodatie staan. Mm-hmm. En ja, goed, ik ben blij dat die sportnota dat die er nu wel gaat komen. Daar ben ik erg blij om. Ja. En ook hopen dat dat inderdaad de neuzen allemaal in de juiste richting zet. Ja, want ik hoor voetbalclubs en dergelijke en rugbyclubs hoor ik niet klagen. Ja, ik heb toch het idee dat in de laatste jaren heel veel geld naar de buitensport is gegaan. En dat er te weinig aandacht is besteed aan de binnensport. Algemeen, binnensport breed. Dus niet alleen voor ons, maar gewoon ook de andere binnensport in Lingewaard. Ja, ik denk dat daar toch een scheef groei is geweest. En ja, helaas is de binnensport daar de dupe van geworden. Ja. Nu zitten we hier in het plan nog steeds van het centrum Huissen en de 3 accommodaties. Ja, de school, de kerk en het voormalige gemeenschapshuis. Als daarmee begonnen gaat worden, wat gebeurt er dan met deze stichting? Ja, ik ben bang dat wij dan op dat moment niks hebben. Ik denk dat we dan, dan is het afwachten waar wij terecht gaan komen. En het is niet te hopen dat wij terug moeten naar een gymnastieklokaal, want dat kan gewoon niet meer. Wat hier achter mij staat, als je dat moet opbouwen en afbreken, dan ben je ongeveer met een paar man 2,5 uur bezig. En dan heb je denk ik, ik denk wat hier staat, ongeveer 70% staan. Dan heb je nog niet eens alles. Dus ja, dan is het echt terug naar af. En ik denk dat er dan ook voor heel veel turnsters die op landelijk niveau turnen hier, dat die gewoon hier geen plek meer hebben in Lingewaard. Ja. Stel nou dat er een nieuwe accommodatie komt voor jullie. Zou die dan ook regionaal gebruikt kunnen worden? Zeker, zeker. We hebben nu al turnsters uit Nieuwegein. We hebben al turnsters uit Ochten, uit turnsters uit Elst. Uit Arnhem hebben we turnsters, dus we hebben eigenlijk al een beetje wat dat betreft een regionale functie. Ja. En zeker, dus ik weet zeker dat als er een turnhal zou komen, dat we dan ook veel meer regionale functie zouden gaan krijgen. Ja. Maar kijken de mensen dan puur naar de kwaliteit die hier geboden wordt, want vanwege de accommodatie? Nee, voor de accommodatie komen ze niet. Het gaat puur om de manier waarop wij trainen, de manier waarop wij training geven, de manier waarop wij turnen in het in het beeld zetten, de manier waarop wij turnsters als persoon voorop zetten en het plezier in het turnen voorop zetten. Ja, dat is waar veel turnsters voor naar hier komen. Ja. De nieuwe sportnota, hoeveel hoop biedt die voor jullie? Ja, dat is een lastige, want die is natuurlijk ook nog behoorlijk in ontwikkeling. Ik ben heel erg blij dat ze 2 weken geleden, geloof ik, op een donderdagavond met heel veel verenigingen bij elkaar gezeten hebben. Een goed verhaal hebben gehoord van Erik, die is van het NOC-NSF. Ja, en ik ben blij dat de burgemeester erbij gezeten heeft. En ik hoop inderdaad dat dat wel het een en ander wakker schudt. Dat is wel mijn hoop. Ja, en hoeveel hoop ik hier heb, ja, lastig te zeggen. Maar het zou misschien niet zijn om met een behoorlijke delegatie naar het sportdebat te komen. Ja, daar ben ik dus ook druk mee. En er zijn er inderdaad behoorlijk wat ouders die gezegd hebben van nou, wij willen wel graag met je meegaan. En dus wat dat betreft denk ik dat we met een redelijke delegatie kunnen gaan. En ik heb ook al gesprekken gevoerd met wat mensen die wat plannen hebben op het industrieterrein voor sportzalen. Ja, daar zijn ook mogelijkheden en ik hoop eigenlijk dat de gemeente daar ook in mee wil werken. Ik heb een goed gesprek gehad met Erik Jansen. En die heeft ook nog wel mogelijkheden om nog het een en ander te doen. Nou, dat zijn echt schitterende plannen. En waarbij wij samen met Erik een mooie accommodatie zouden kunnen neerzetten. Maar daar hebben we wel wat ondersteuning van de gemeente bij nodig. Alleen die ondersteuning die is dan zeg maar financieel al stukken minder dan dat de gemeente zou moeten nieuwbouwen. Ja, ook daar spreken we over met de gemeente. En we hopen ook dat die gesprekken die lopen, die zijn ook redelijk positief. En we hopen ook dat de gemeente daarin ook echt wel door wil zetten. Ja. Nou, we hopen dat sportdebat straks een steentje of een eurootje kan bijdragen. Ja, liever een rotsblok. En dit was dan Lingewaard Lokaal Info Kort voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.
Boerderijwinkel Het Zand. Bij ons vindt u streekgebonden producten regelrecht van het land. Diverse groentes, fruit en verschillende soorten meel, wijn en jams. Heerlijke boerenzuivel. Boerderijwinkel Het Zand, Molenweg 2. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 8:15 tot 5:00. Kijk ook op www.boerderijwinkelhetzand.nl. Ook eens een kijkje nemen in de gezelligste kringloop van Gelderland. Twice is nice te Huizen. Wij hebben een breed assortiment in onze kringloopwinkel. Tafels, stoelen, banken, bedden, kasten, witgoed, kleine huisraad, kleding, LP's, CD's, video's, curiositeiten en gewoon te veel om op te noemen. Voor ieder wat wils. Heeft u bruikbare spullen, dan halen wij die bij u op. U vindt Twice is Nice in de Nijverheidsstraat 33C te Huizen. Industrieterrein Pannenhuis tussen Praxis en Floor Factory het steegje in. Tot ziens bij kringloopwinkel Twice is Nice, Huizen.